Kijk, in 2006 ben ik begonnen met het maken van video's. Ja, dat was gewoon passie, dat was gewoon leuk. Ik was altijd de lolbroek van de klas. En ik was van de Almoes aan een andere school, omdat ik te veel aan het lollen was. Dus zei ze, gaan we naar een andere school, dat is hier klaar. YouTube was volkomen uniek. En het was meer het idee van, dan kan jij je video die je op vakantie schiet delen met je moeder. Toen ik de camera op mezelf begon te richten, dat begon te monteren. Dat is totaal van de zotte. Dat je denkt, waarom zou je in godsnaam die camera op jezelf willen richten? Waarom is dat apart of leuk of wat gek dan ook? En ja, het verhouding van nu kun je dat niet eens meer voorstellen. Vies. Dit update en zo, is dat nog boeiend? Oké. Okay. Gewoon één keer drukken, dan is echt iets genoeg vandaag. Schoon er zo wel even uit. Misschien kan water gaan schakelen achter jou. Ja, dat weet ik met die andere. Zie ik jou. Kut zo. Oké, okay. Dat is ook kut. En in 2010 ontstond er pas een kleine community. En om dan te zien dat je veel kijkers hebt en dat mensen hier ook bekijken. Dat je op een gegeven moment door de stad loopt. Ik weet nog, mijn eerste vriendinnetje dacht altijd dat ik knettergek aan het worden was. Omdat ik telkens het gevoel dat mensen me aankeken en mijn naam zeiden. En daar, dat zijn fysieke momenten dat je doorkrijgt van oké, hier gebeurt iets raars. Dit is apart. Wow. Hoor je van dat gezeik met die grote kracht. Klein beetje benen. Ga eens achterover zitten. Ja. Dit is toch het shot wat je nog... Veel leuker meer te vinden. Ik vind het wel iets te wide. Het is heel kulling als jij omhoog gaat. Je gaat naar beneden en dan ga je weer omhoog. En dan krijg je het gevoel van hoop. En dan denk je, oh cool, het zit er nog in. En succes, geluk en alle mooie emoties die je hebt als mens kunnen heel erg eng zijn. Omdat je op een gegeven moment bang bent dat het verdwijnt. Dat je het voor nu even voelt. En hoe ga je dat vol vasthouden? Het leuke aan YouTube is, je kan thuis al beginnen, je kan op jezelf bekend en groot worden. Het nadeel aan YouTube is, je kan thuis beginnen en op jezelf bekend en groot worden. Er is niemand die je vertelt, yo, let even hierop, doe even elke maand 500 euro aan de kant. Weet je, zorg ervoor dat je gaat sparen. Dat is er niet. 10 minuten, 60. 8 mails gekomen. 60. Daar gaan we. Yo, lieve mensen, welkom. Bij de vierde, jongens. Welkom, lieve mensen in de chat, luisteraars, wat dan ook. We gaan weer knallen, ouderwets. Want de mensen achter de schermen, die kunnen veel makkelijker verder komen. Die financieel zekerheid. Terwijl wat hij doet voor de camera is heel riskant. Want het kan zomaar verneuk worden en is hij weg. Snap ik bedoel? Ja, ik heb wel het idee dat die mensen vaak dat risico overschatten. Overschatten of onderschatten? Overschatten. Als influencer denk je, ja, hey, dat getalletje stijgt, ik voel me blij. Het zakt, ah, wat jammer. He, die trots laat je afhangen van kijkers, een externe factor. En als je dat gaat lopen doen met je emoties, is dat heel killing. Barney Moes doet nu 17 jaar. Dus ja, het is een soort van je kindje. Daar wil je best ervoor. En dat je, kut, het gaat gewoon niet, het lukt gewoon niet. En dan ga je troost zoeken in de verkeerde dingen. Barney heeft ook zijn nodige problemen gehad met verslaving en dergelijke. Dus daar is hij een ander mens van geworden. Nou, voor mij was dat wel lastig, zeg maar, omdat ik, je ziet natuurlijk iemand struggelen met dingen en je weet wel ongeveer waar dat aan ligt en je weet wel, je kan het wel een beetje, maar dat kon hij zelf nog niet echt toegeven of zo, voor mijn gevoel. Als je dakloos wordt vanuit de positie die ik had, dan voel je je heel erg beschaamd, je voelt je heel erg gefaald, je voelt je mislukt en alle dingen die er ook bij horen. Dat is enigszins vanwege dat ik dakloos was geworden. Het is ook een beetje natuurlijk vanaf de verslaving kant. Het is een hete cocktail van heel veel dingen tegelijkertijd. Dus de gesprekken die we hadden waren voor mij uit heel erg terughoudend. Terwijl ik alleen maar dacht van, nou ja, pas maar op alsjeblieft. Ik weet wel de eerste dag dat ik daar binnenkwam, dat iemand zei, volgens mij ben je gast van Bayernmovies of niet? Ik dacht, ja, kutzooi. Heb ik weer, weet je wel. En ook in de kliniek toen ik daar zat, waarvan er eentje echt heel irritant was. Die zei, hey, we gaan hier binnen wel even een YouTube-filmpje maken, hè. Dat ik dacht, nee, ik wil juist dat niet hier doen. Ik wil juist hier zitten om voor mezelf hier te zijn. En om te zorgen dat mijn zorgtraject niet een kunstproject wordt. Ik denk dat we nu een totaal andere vriendschap hebben dan wat we daarvoor hadden. Of daarvoor, maar voor de tijd dat, dat alles nog succesvol was of ook niet succesvol. Want ja, dat ik vind Barden nu bijvoorbeeld veel opener en eerlijker geworden dan dat hij daar voorheen was. Dus we zijn nu meer betere vrienden dan voorheen eigenlijk.
Volgende week donderdag zijn we er weer. Zelfde zender, zelfde tijd, rond 8 uur. In ieder geval met Gentle, in ieder geval met Nos. Ik zal pizzaatjes regelen en dan misschien ben jij er ook nog bij. Is helemaal jou. Tot volgende week, lieve mensen. Groetjes thuis. En gedraag je een beetje. Jojo! Wat een scheidreis in de kutje, hè? Ja, ik moet echt niet. Nee, maar het zijn effecten, het zijn vorm voor democratie en alles. En dan kun je kan daar geen gesprek mee voeren. Het is echt. Exact. Je ziet duidelijk, dit is dat volk wat geen zon ligt op zijn gezicht krijgt. Ik snap ook dat je Femke Halsema zo stemmen puur om te fucken, weet je dat? Dat je gewoon zegt, die stikken in je kuthuis met je scheidjet. Die mensen, die hebben geen idee hoe moeilijk het is wat wij doen. Nee, precies. Denken maar, ah, het is makkelijk, het is easy. Ik ben vanochtend naar bed uitgekomen, hè? Hiervoor? Ja. Nou, ik ga blijven volgende week gewoon liggen. Kijk, het is Oh, waarom? Nee, natuurlijk heet het Wonderwall. Waarom? Oh, ze neemt het ook serieus. Ja, Wonderwall, één keer Wonderwall. Ja, oh my god, ik kan Wonderwall op de gitaar. Vraag me, smoke on the water dan. Ja? Hoor die inbellen met zijn gitaar. Ik zie dat nummer kent op de gitaar. Oké, let's go. Schiet op, Gordy. Op de Wonderwall. Meertie doet de zang. Yo. Hoeveel kan je stream ontregelen van iemand nu? Jongens. Ja, staat nergens meer op. Fuck af. Boefjes in de chat en boefinnen. Hey jongens. Oké? Okay? Tot zo. Ja, dus even Brickstream. Nu is het echt klaar. Dat is... Wie heeft er eten besteld? Ik weet niet eens wie mijn adres heeft en hoe je mijn adres heeft. En ik word gerikrold. Mag ik een hapje? Wat is het überhaupt? Oh, patat met... Nou, dat was de stream weer voor vandaag, lieve mensen. Het is inmiddels alweer 4:30 in de ochtend. Het is echt veel te laat geworden. Iedereen, als ik iemand van jullie nog wakker zie... Ik hoef je niet meer met je... Ik verban je. Voor de rest van je leven. In Noord-Korea kun je het uitpraten met Kim Jong-un. Slaap lekker allemaal. We hebben veel te lang en veel te veel gestreamd vandaag. Ik zie jullie morgen weer. Een drukke dag. En helaas komt Bos dan langs. Maar ja, je kan niet altijd alles hebben. Soms zit het leven je tegen. Tot morgen, lieve mensen. Yo. Hey. Ja, nee, ik wil nog niet zeggen dat ik op het goede spoor ben. Op zekere hoogte wel. Ja, de basis is er. Ik bedoel, er is nu een huis voor mezelf. Ik heb een inkomen voor mezelf. Ik gebruik geen drugs meer. Ik doe af en toe lekker een borreltje, wat dan ook. Alleen het is niet per se het goede spoor. Het is nog altijd zoeken naar het juiste spoor. Het juiste spoor is een nieuw passieproject. Iets waarvan je hart echt sneller gaat kloppen. Wat ik net ook zei, dat je denkt bij jezelf, ja, fuck man. Het kan ook kleine dingetjes zijn. Het kan ook gewoon zijn dat je denkt, ik ga vandaag in de park zitten... En ik ga picknicken met een goede vriend, vriendin. Het hoeft niet groot te zijn. Maar het is wel chill als je wakker kan worden met een doel.